Zo, vandaag heb ik mijn nieuwe Heckler & Koch 416D teruggekregen, maar dan nieuw. Ik had hem opgestuurd omdat hij kapot was, maar het duurde zo lang, dus ze hebben me een nieuwe gegeven. Wat interessant is aan dit ding, het is precies hetzelfde, alleen ze hebben een soort, ja, ik weet niet, een nieuwere versie variant magazijn bijgedaan. Ik ga het dan laten zien. Kijk, er staat zeg maar nu dit op. Restricted law enforcement, government use only. License trademark Heckler & Koch. En die een millimeter. En op de bodem HK. En wat interessant is, dit is een gasmagazijn nog steeds. En het zit nou opeens hier. Ik zal de andere eens pakken. Dat was deze. Daar staat helemaal niks op. Geen markings, niks. Helemaal niks. Ook zelfs niet op de bodem. Daar vul je hem, zeg maar. En dit is, zeg maar, denk ik, de oude magazijn of zo, die ze niet meer erbij geven. Er staat helemaal niks op aan trademarks. Waarbij deze ook iets groter is, zoals je kan zien. Oops. Iets groter. En mijn trademarks. Precies, het is nog steeds mezelfde HK416D. Kijk, ik heb die wel in één hand. Dat gaat lastig worden. Okay. Precies dezelfde nog. Ik ga er straks een scope op zetten, flashlight, maar alles is precies hier nog hetzelfde aan. En het enige wat kapot ging bij deze replica, zit bij het bot, zit er een soort schroefje en die schiet, zeg maar, los door de harde kick, want deze heeft best wel harde kick. En ja, die schiet elke keer los, maar dat krijg ik straks denk ik weer hetzelfde probleem. Maar ja, dat moeten hun maar zelf weer fixen, want ja, daar kan ik niks aan doen. Hier ga ik nog een demper op zetten. Laat ik straks allemaal wel zien als het klaar is. Er zit ook nog een schroefje bij, zo'n ding. Die heb ik ook nooit bijgekregen bij mijn vorige. Waarschijnlijk was dat een fout, denk ik. Misschien was hij helemaal niet nieuw toen ik hem kreeg, schijnbaar. Maar ik kreeg dit magazijn erbij en dat was anders dan dat ik deze erbij kreeg. Dat is heel apart. Het is wel cooler. Al geladen of... Tja, ik zal hem zo nog even laten zien met alle optics erop. Oké, hier is die met optics. De scope. Flashlight. En de Walter PPQ demper.